Er zal een andere verkeerssituatie ontstaan bij de nieuwe brug over het Saramacca-kanaal nabij Fabi. Vanuit de Sir Winston Churchillweg kunnen weggebruikers niet alleen van en naar de brug rijden, maar ook naar de Industrieweg Zuid. Deze weg wordt in het vervolg een eenrichtingsweg richting het centrum. Deze informatie gaf Henk Wip, hoofdafdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gisteren tijdens een persconferentie. Volgens hem is het nodig dat de samenleving extra geïnformeerd wordt, omdat zij niet weet hoe er in de nieuwe situatie gereden moet worden. En ik ga u aangeven hoe u mag rijden. U ziet dat u rechtdoor mag gaan richting de brug. De borden staan er ook. En u mag hier naar bij de Chinese winkel, mag u linksaf gaan. Dat is een stopstreep, u stopt bij de stopstreep en u mag zowel linksaf als rechtsaf gaan. Deze weg loopt parallel met de brug en deze weg gaat richting de Industrieweg Noord. Het is een eenrichtingsweg, de borden staat er. En vrachtverkeer is daar niet toegestaan. Industrieweg 6. In de Industrieweg 6, sorry. En we willen een beroep doen op de gemeenschap om de borden die er staan wel in acht te nemen, omdat het niet is toegestaan. Het is een eenrichtingsweg en je kunt alleen vanuit de zuidelijke kant naar de Industrieweg Noord, de zuiden toe en niet omgekeerd. Dit is niet toegestaan. Dit wat u ziet hier, staat hier een pick-up die rechtsaf wil gaan. Dat is ook niet toegestaan. Wanneer u komt vanuit de Steinstraat naar de Fabi, mag u de rechtsafbeweging niet maken. Minister Patrick Pengel gaf aan dat er met de nieuwe brug momenteel al 7 overgangen zijn over het Saramacca-kanaal. Volgens de bewindsman kijkt het ministerie naar de ontwikkeling met betrekking tot de populatietoename. Aan de hand daarvan zal er in de toekomst worden bepaald of er meer bruggen komen over het kanaal. Pengel geeft nadere details over de nieuwe brug. De brug is een verkeersklasse 60 brug, dus tot 60 ton per as berekend. Dus in de toekomst, wanneer de nieuwe brug opengesteld is, is het juist de bedoeling dat deze brug vrachtverkeer zal accommoderen. Waardoor het niet meer noodzakelijk is dat men de route kiest over de brug bij Saron of de brug bij de Koeselwijnenstraat. Dus deze brug zal juist in het voordeel werken van het industriegebied dat aan de Sir Winston Churchillweg is gelokaliseerd en gelegen. Dus dat verkeer, het vrachtverkeer, gaat juist beter geaccommodeerd zijn wanneer deze brug opengesteld is. Dus alle vrachtverkeer mag over de nieuwe brug. Deze brug is ontworpen om, zoals de minister zegt, minimaal 75 jaar mee te gaan. Dat is een betonnen brug. Dat maakt hem ook sowieso een stuk minder onderhoudsgevoelig. Zoals je weet, bij stalen bruggen heb je dus meer onderhoud nodig. In het contract is meegenomen dat er een garantieperiode is. De aannemer is zeker voor een jaar staat die garant voor alle defects, alle gebreken aan de brug. En in de 4 jaren daarna is er in het contract meegenomen dat voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden dat de aannemer dat ook op zich neemt. Alus Jordan Vrede, projectcoördinator van Ace Consultancy en daarvoor zag je minister Patrick Pengel van OETNC. Ze spraken gisteren tijdens een persconferentie over de gewijzigde verkeerssituatie en de ingebruikname van de nieuwe brug over het Saramacca-kanaal bij Beekhuizen. De brug zal op zaterdag 13 april officieel worden opengesteld voor het verkeer.